Willy van der Kuilen, Lupsen, Lupsen doorgetikt en dan wordt waarschijnlijk een goal. Ja! Doelpunt van Ralf Ekström. Hij doet dat 2 minuten voor het rustsignaal. Kon die bal makkelijk aannemen, een zacht schuivertje. En het is 1-0 voor PSV. Ekström. Ekström, Willy van der Kuilen, die haalt dan uit met zijn linkervoet of rechts. Wat gaat het worden? Links. Willy van der Kuilen brengt na 7 minuten in de tweede helft de stand op 2-0. Hij mocht er voor alles aan gaan doen. Links draaien, rechts draaien, links. Goed toe werd het een goal. 2-0 dus voor PSV. Otto. Otto Snijders. Snijders kopt in en die maakt een goal. Ja, zo simpel gaat dat. En dat allemaal zo'n minuut of 8 voor tijd. De voorzet kwam van Otto. Snijders was aanwezig. Heel attent knikte die in. 2-1. Adrie van Kraai. Ekström. Ekström. Van Kraai terug op Ekström. Verlengd naar links. Door laten gaan natuurlijk. Voordeelregel. Daar komt de voorzet. Willy van der Kuilen schiet in. Doelman Suiker. Dat is nog de heren op de rug gezien. Koopman en Van der Kuilen. Erwin Snijders. Amsterdam mag ingooien. Jaap Visser. Jaap Visser, nog steeds Jaap Visser. Gaat schieten, doet het niet gek en schiet er net naast. En dan is de tijd waarschijnlijk te kort voor de FC Amsterdam om nog op 2-2 te komen. Trouwens, PSV heeft balbezit via Ekström. Lupsen. Lupsen op links op Dijkers. Dijkers moet die bal voor gaan geven. Doet dat. Ingeknikt Lupsen. Mooi voorgegeven door Gerry Dijkers. Lupsen stond bij de eerste paal. Knikte in. 3-1 stand voor PSV.